Welkom bij experiment deel 244. Een holle en een bolle spiegel. Kas, wat is dit? Een lepel. Dat is een lepel. Wat zie je nu in die lepel? Hé, ik zie mezelf op de kop. Op z'n kop? En nu? Nu zie ik mezelf normaal. Zal ik eens even kijken? Hé, ja. Ik sta ook ineens op z'n kop. En als ik hem iets draai, zie ik Kas op z'n kop. Maar zo staan we er eigenlijk nogmaals op. En ik kan ons beiden zien. In dat kleine spiegeltje. Ja. Oké, hoe komt dit nu? De binnenkant van een lepel is hol. Als je daarin kijkt, dan kijk je, als je rechts van het midden kijkt, dan kaatst dat terug naar opzij. En dan zie je dus links van je, aan de rechterkant van de lepel. Zo werkt het ook met onder en boven. Dus in een holle spiegel zie je jezelf op z'n kop. In een bolle spiegel is het zo, als je iets rechts van het midden kijkt, dan gaat het een heel eind rechts van je, die straal. Daardoor zie je heel veel in een bolle spiegel. In een vlakke spiegel zie je een beeld wat maar twee keer zo breed is als de spiegel zelf. Maar in een bolle spiegel zie je juist heel veel. Dus doe dit gerust thuis na. Het kan ook met een opscheplepel, of met een soeplepel, of met een vliegende schotel. In elk geval met iets wat hol is en bol. Tot ziens. Adieu.